Dit is de Mango Show. Dames en heren, ja thuis, dit is weer een nieuwe aflevering van de Mango Show. Mijn naam is Dario de Mango, dat is geen toeval uiteraard. Ik heb iemand uitgenodigd, je kent hem van tv, ook van heel lang geleden. Je kent hem van Sixpack, hij heeft voor Nickelodeon heeft hij nog allemaal dingen gedaan. Hij is nog steeds heel veel achter de schermen bezig in tv-land. Ik heb het uiteraard over Chris Silos. Yes! Yes! Daar heb je hem. Ik vind het vooral leuk dat je zegt, uiteraard Chris Silos. Alsof iedereen naar aanleiding heeft van, oh, maar dat kan er maar eentje zijn. Nou ja, ik was wel een paar dingen aan het afvinken. Dus op uiteindelijk, de art of deduction heet dat, toch? Ja. Dat je dan, uiteindelijk kom je bij jou terecht. Ja, denk je? Ja, ik zou het mooi vinden als het zo was. Maar waar ben je gebleven, man? Je was vroeger nog wel prominent op tv. Ja, nou, het gekke is dat met Sixpack, waar je het over had. Ik werkte bij een productiemaatschappijtje. Heel klein, echt met maar een paar mensen. En toen daar bedachten we op een gegeven moment. Nou ja, nee, ik moet het anders zeggen. We hadden helemaal niks op tv. Gewoon niks. Was niks. Productiemaatschappij dreef een beetje op. Ja, hoe zeg je dat? Gelden van anderen of zo. Maar we hadden wel twee camera's. En dacht, ja, dat is ook zonde dat we die hebben. Dus we gingen de hele tijd gewoon de straat op. En gewoon een beetje mensen filmen, vragen stellen. Ik leende die camera wel eens, gekke filmpjes maken. Anderen deden dat. Dat is eigenlijk het enige wat we echt deden. En toen, bijna als een soort... We hadden een heel klein ideetje. Namelijk dat we zouden wel een piratenzender willen. Van elke nacht doen wat we willen. En ik zal niet te veel details, maar van het ene op het andere moment mocht dat ineens. Ja. Mochten we ineens dat doen. En dat werd toen... Sixpack. Sixpack, ja. En dat werd toen ook heel laat uitgezonden. Werd heel laat uitgezonden. Ja. En het grappige is dat de naam... We hadden dus al bedacht van het moeten 6 mensen zijn. Echt natte vingerwerk. Dus moet het Sixpack heten. En het moet gewoon onzin zijn. En dat hadden we eigenlijk al. En toen hapte ineens SBS. Die hapte toen toe. Maar ik werkte toen achter de schermen. Ja. Als bedenker. En ineens mochten, dan moesten we heel snel 6 mensen hebben. En toen hebben we allemaal mensen uit onze omgeving echt... Nou, Sophie kennen we al, Vrouwkie kennen we al, Menno kennen we... Of nou, Menno werd aan mij voorgesteld. En de dag voor dat we 6 mensen moesten presenteren, hadden we er 5. Nou, oké. Okay. Ja. Dus jullie hebben echt 1 dag van tevoren nog iemand opgehoest? Mij. Oh, dat ben jij. Ja. Oh, ja, oké, okay, dus, omdat jij de bedenker was. Nou ja, 1 van de bedenkers, ja. En toen hebben we gezegd van, weet je wat... Stel mij maar gewoon een paar vragen. Ja. En dan vinden we later wel ja, ook een klein nekertje. Maar stond jij niet al de hele tijd gewoon met je hand omhoog? Van, nou, hey, waarom ik niet? Waarom ik niet? Niet in Sixpack. Nee, okay. Nee, ik vond mezelf te oud. Serieus? Voor, ja, serieus. Ja, ah, zeker. Hoe oud was je toen het van start ging? Volgens mij 34 of zo. Oh, oké. Okay. Ja, dacht ik wel. En ik dacht, nou ja, als je Sixpack ziet... ik bedoel, het onwijs leuk. En uiteindelijk evolueerde het ook naar echte jongensdromen. Maar het begin was wel echt heel veel onzin. Wat ik achteraf wel te gek vond. Maar ik had gewoon het idee van... nee joh, daar moet je helemaal niet mij voor hebben. Dan moet je iemand hebben die 22 is, 23 is. Weet je wel dat. Dus het was meer van, nou, interview mij maar. En dan vinden we wel iemand anders. Stel je voor dat jij inderdaad niet degene was geweest die daar nog insprong. Hoe denk je dat het dan gelopen zou zijn? Who knows? Zou je dan een carrière in tv hebben? Ik weet het niet. Ik weet het niet, want ik denk dat ik ben volgens mij niet het standaard type of zo, waarvan je denkt van nou, die moeten we op tv hebben. Dit is de Mango Show. Gezien. Je bent ook comedy gaan doen. Je doet nu stand-up comedy. Ja. Wat mij super verbaasde, ik heb je even gewoon gegoogeld. En ik zag dat je al 2 avondvullende programma's hebt gedaan. 2? Ja, iets van... Pierenwaaier, ja. Pierenwaaier, en ik zag er nog eentje die je laatst hebt gedaan. Nee, daar begon je laatst ook over. Nee. Nee, je had 2 dingen door elkaar. 1 is pierenwaaier, dat is absoluut waar. Luister, we hebben het over 30 dates, hè. Het is geen... het is niet de big league of zo, maar wel met heel veel plezier en passie. Maar dat was pierenwaaier. En er is een Surinaams café-restaurant. Pardon. In Amsterdam, West. Mm-hmm. En ik heb, nou ja, ik ben, zoals jullie kunnen zien, kom ik uit Den Haag. Nee, maar mijn ouders komen uit Voorburg. Voorburg, Suriname. Nee, maar Surinaamse roots. En daar heb ik 1 keer per maand dat ik daar een
Tori hou. En een Tori is een soort praathuis. Dus dat is niet straight-up comedy, maar dat is gewoon sterke verhalen. Sterke verhalen. En de vorm, ik weet het, ik heb het gezien. Ja, de vormgeving van die flyer lijkt wel... Alsof ik een... Dus dat, nee, dat is geen... Er stond ook heel veel Crucilos, blablabla. Ja. En dan stond er 90 minuten. Dus, dus toen dacht ik, motherfucker. Heb je gewoon twee avondvullend? Ja, zeg maar. Nee. Één avondvullend wel. En Ik doe het iets langer dan jij. En ik zit er nu pas aan te denken om daar aan te beginnen. Dus dan, maar ben je gewoon echt... Heb je meteen ook gewoon genoeg materiaal, dacht je, om voor een hele avond... Dat had ik wel. Ja, had ik wel. Als je natuurlijk terugkijkt, is niet alles even goed. Ik had wel. Gewoon hele lange setups. En dan je hebt gewoon een paar grappen en dan gewoon heel lang. Heel erg meelachen ook. Heel veel interactie ook. Nee, ik had wel. Ik ben sowieso lang van stof. Er wordt flink editor straks van mij. Dus. Ik ben ook een beetje vrij oud begonnen met comedy. Weet je, heb jij dat? Nee, zelfs ik denk van shit, ik heb een beetje de boot gemist, weet je. De trein. Waarom? Dan zie je gewoon broekies gewoon beginnen, die gewoon in de begin 20 zijn. En dan denk ik, shit, dat had ik eigenlijk ook gewoon moeten doen. Ah, maar dat is wat anders. Dat geldt voor alles. Snap je? Dat heb ik ook wel, jeetje. Ik weet dat ik, ik ben ooit eens begonnen... met trompet spelen. Dan denk ik, fuck, als zie ik weer iemand heel goed trompet spelen, dan denk ik ook, waarom heb ik nou niet even doorgezet? Ja. Dan had ik nu die 10.000 uur waar iedereen het over heeft, had ik dan... Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik ook. Ja, maar met dat comedy, maar wat jij zegt, van ja, waarom ben ik niet... Nou, maar je bent toch gewoon begonnen dat je het leuk vindt? Nee, klopt. Ja, ben je goed. Een beetje gezonde jaloezie, daar is niks mis mee. Dat is ook een lekkere drijfveer. Mm. Ik bedoel, net als haat. Dat is ook een heerlijke drijfveer. Ja, wraak. Jaloezie. Liefdesverdriet. Ja. Alle negatieve gevoelens gewoon lekker opballen en dan gewoon en dan eruit spelen. Gewoon. Ja. Nou, dat is, als één, hoe zeg je dat? Helende werking is van, als je comedy schrijft, is dat je, ik weet dat het een uitgekoud onderwerp is, maar dat je, telkens als je iets kuts meemaakt, dat je de eerste helft van de dag denkt, jezus wat kut, en de andere helft denk je, maar dit gaat wel goede shit opleveren. Tenminste, dat heb ik. Wat geeft comedy jou, weet je? Want ik bedoel is het een soort voldoening of zo dat je eruit krijgt? Ga je echt voor de lach? Of is het echt gewoon iets wat je er echt uit moet, weet je? Ik bedoel, hoe omschrijf je jouw stijl van comedy? Dat zijn twee vragen trouwens. Ja, zeker. Het gaat me zeker om de lach ook. Nee. Ja, dat vind ik onwijs leuk. Ik hoop, of het streven is altijd dat je een soort comedy maakt op basis van wat je echt vindt. En het hoeft helemaal niet hoogdravend te zijn. Mm. Maar ik vind de beste comedians, die niet overduidelijk naar een mop of een punchline toewerken. Weet je wel? Ik vind Dave Chappelle echt... Of Richard Pryor, vind ik echt, helder. Ja. Omdat als je daar goed... Ik bedoel, dus het moet geen enkele vergelijking. Binnen de context van een verhaal passen. Ja, man. Of die persoon, weet je wel. Dat je echt... dat vind ik dat vind ik leuk. Dus, nee, maar zeker ook lachen. Ja, wat geeft het? Ik weet niet, een soort ontlading. En ik vind het leuk om te vertellen. Ja. Weet je wel. En ik vind ook in een kroeg vind ik het leuk om te vertellen. Heb je echt zo'n drijfveer dat je echt gewoon... waar zie ik mezelf? Over 2 jaar wil ik echt wel gewoon zo ver zijn in comedy. Is het ook wel een beetje iets van... Ik vind het gewoon tof om te doen. En ik zie het wel. Ik wil alleen maar groeien. Of heb je echt een... Ik wil alleen maar groeien. Ja, ik heb niet zulke doelen. Dus van dan wil ik daar staan. En over een jaar wil ik... Nee, ik denk dat... elke keer als ik, 50 of meer mensen meekrijg en laat lachen. Dus ook dat ze ook, ik vind het altijd leuk als mensen zeggen, oh man, dat heb ik ook, of zo. Ja, dan ben ik gewoon heel blij. Maar jij zei dat je voornamelijk Tories doet, toch? Dus, dat is gewoon wat verhalend, inderdaad. Ja, maar wel zo, het moet wel grappig zijn. Tenminste, dat wil ik graag. Dat is het niet allemaal. Dat vind ik wel... Maar mensen lachen wel, dus dat is een goed teken, ja, toch? Ja, ja, ja. Dit is de Dimango Show! Toch ook bij het einde van het kinderprogramma? Gewoon, ja. Ja, toch? Ja. Bij Nickelodeon. Ja.
Waarom ben je daar eruit geboet? Ik weet niet hoe het gegaan is. Nee, ik ben niet geboet. Ik heb daar 3 seizoenen gedaan. Ja, nou. Vond je niks? Niet veel. Nee, is niet waar. En niet dat ik het niks vond, maar ja, het is elke dag, hè? Ja. Het is elke dag. Wat was live dan? Semi-live. Dus gewoon in 1 stuk door. Ja, ja. En dan. Nee, het was te gek, maar ja, ik hoef niet. Dat hoef ik niet. Nee, ik hoef geen Ernst, Bobby en de rest. Moet je voorstellen dat je dan. Jawel, man. Nee, man. Maar ja. Met zo'n Samson hond. Ja. Nee. Allee, ik moest bellen, want ze moeten. Ja. Nee! Nee, iedereen moet doen wat hij moet. Maar dat zag ik. En ik. Ja, ik had dan. Ik bedoel, ik vond het heel erg leuk, maar ik zag mezelf niet. Decennia lang mijn petje achterstevoren op mijn hoofd zetten en dan hey! Terwijl ja, er is vast genoeg in te verdienen. Maar, of je had het, weet je, had het zonnetje kunnen zijn van de Teletubbies of ja. Zo, weet je? Ja. Ja, of gewoon een Teletubby, ook chill. Teletubby zou ook kunnen zijn, ja. Ja. Zeg maar, nee, maar dat, nee, dat was, nee, het was heel leuk en daar kon je heel veel mee doen. Alleen ja, zo, ik kan niet je hele ei erin kwijt. Nee, oké, dat is waar. Dus jij bent eigenlijk zelf bewust daar weggegaan. Maar wat heb je daarna gedaan dan? Want toen, daarna, volgens mij, is er geen spoor meer van jou te bekennen. voor de camera's. Ik heb nog wel een aantal... ja, hoe zal ik het zeggen? Van die... Hey, kan je dit even presenteren? Dingen gedaan. Ja. Met wisselend succes, overigens. Noem eens wat. Het feit dat ik erover na moet denken, dat zegt natuurlijk al genoeg. ik heb toen nog een keer een programma gepresenteerd. Ik zit nog na te denken of het gepresenteerd had zelfs. Was jij wel? Ja, precies. Was het Hubert de Tan of zo? Ik heb voor Late Night gewerkt. Oh, oké. Okay. Een aantal jaren. Onder andere de dingen voor wat Luc Eking toen daar deed. En had je dan de talkshow was toen in op het Rembrandtplein. En s'avonds kwamen wij natuurlijk ook kijken. En dan zag je dus allemaal mensen in de rij staan om naar binnen te gaan. En ja, ik liep er wel eens even naar buiten of ik liep er langs. Kale kop ook. En dan zag je sommige mensen, die zagen mij dan vanuit de ooghoeken zo langskomen. Die zag je echt denken, Hubert de Tan is echt best wel lelijk. Nee, ik is geen eens een grap. Ik wist dat Hubert de Tan zo klein is. Nou, maar vooral zo lelijk, weet je wel. Dat echt mensen... Ja. Ja, maar goed. Ja, daar heb ik ook een grap over in mijn set. Over mij? Nee, over Blanke die verschil niet kunnen zien. Dit is de Dimango Show. Je was heel laat en je had ook rond die tijd had je vroeger ook op tv, want dat is, had je van die wijven die dan in een bad zaten of in een bed of zo, ja. Weet je nog? Ja. En dan moest je wel, maar die gingen me daar echt heel dom uit de nek zwatsen. Ja, zeker. hoe heet je dat nou? De Night Lounge of zo. Ja, dat was zo belachelijk. Ja. Nou, het was een soort programma. Was dat niet rond? Dat was hier rond jullie tijd. Ja, nee, maar dat was ook de reden van ons. Succes. Omdat, kijk, achteraf zijn er mensen die het een fenomeen hebben genoemd en te gek. En het was op dat moment, ja, was het wel te gek, maar niet een fenomeen. Het was gewoon heel populair. Maar het had een aantal redenen. 1, we deden maar wat. Iedereen had ook echt het idee van, ja, maar wat zij kunnen, dat kunnen wij ook. Nou, dat is te gek, weet je wel. Maar er was geen hol verder op tv. Behalve dus, rijpe dames. Ja. Weet je wel. 069, ja, 666. Die zelf al in de commercial zaten. En in die commercial praten ze andere commercials aan elkaar. Zeg maar. Ja. Dus er was niet zoveel. En dan gingen mensen eens kijken. Nee, en als je dan... Heb jij het gezien? Sixpack, ja. Ik heb wel gezien. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, zeker voor op een gegeven moment, voornamelijk in die tijd, hield tv ook op een gegeven moment op. Weet je? Dan was het gewoon zo, we zijn leeg en we zien het morgen wel weer gewoon rond dat tijdstip. Ja. En dan gebeurt er gewoon helemaal niks meer. Behalve dan die 2 blonde rare wijven die... En dan kijk je 1 keer naar, dan denk je, nou, misschien krijg ik een titel zien, maar dan krijg je niet eens een titel zien. Nou, op een gegeven moment kwam ze wel... Nee, er zijn wel echt momenten geweest, maar heb je niet lang genoeg gekeken? Dat je wel. Ja, niet de mooiste, maar... Ik ga er niet een week op wachten, weet je. Nee. Ik vind wel dat ze dat elke avond rond een vast tijdstip, als ze dat zouden doen, dan zou ik altijd wel even gewoon komen kijken. Maar, denk je dat je ook een voet in de deur hebt, omdat je ook een bekend gezicht bent? Nou, ja, denk je dat ik, het... ik, ik, ik,
ik zie mezelf, ja, weet je wel, ik vind dat zo... Nou ja, ik vind het helemaal niks. Nu voor 40-jarige, 40-plussers. 40-plussers, ja precies, die toen ook geen leven hadden. Nee, maar snap je, dat is echt zo, ik vind sowieso, laat ik het zo zeggen, ik moet het toch even, want ten eerste zie ik mezelf helemaal niet zo en nou ja, Jezus, er zijn gasten die veel beroemder zijn, of überhaupt beroemd zijn, want dat zie ik helemaal niet. Maar het grappige is, toen we er net aan begonnen, volgens mij heb ik het met Menno er wel eens over gehad, toen dacht ik, volgens mij is het echt gek om bekend te zijn. Dat leek me echt, ik dacht, ik ben ijdel, dit ga ik helemaal te gek vinden, weet je. Ja. Je wordt gewoon fucking de lelijke Humberto Tan gewoon. Bam. Ja, tekende ik voor. Nee, dat dacht ik echt, dat ik dat leukste vond. En, maar dat vond ik dus helemaal niet. Dat was echt heel grappig. En ik bedoel, het was nog niet de vergelijking met als je destijds Katja Schuurman was. Maar gewoon, ik vond het heel leuk als mensen het programma hadden gezien. En zeiden van, nou, dit jonge gast wat je daar flikte. Of wat Sofie daar flikte. Of maakt me niet uit. Maar ik merk dat ik op straat gewoon niet op zat te wachten. Helemaal niet lullig. Ik bedoel, ja, ik had het helemaal niet. Nee, ik had het... Ik zat gewoon in een kroeg met vrienden waar ik altijd al mee in de kroeg zat. En dan, ja, dan ineens gingen mensen, kwamen erbij en die weer andere gasten. Die zeiden, hé, maar vertel eens, hoe zijn jullie begonnen met Sixpack? Dat je denkt, ik zit gewoon bier te drinken, man. Heb je dat nog steeds? Of, nog steeds mee? Dus ik vind het wel, bedoel, ik vind het te gek om in de aandacht te staan op het podium, op het toneel. Dat vind ik echt superleuk. Maar ook in een kroeg, weet je wel, gewoon met vrienden. Dat ik zeg, ik heb nou een verhaal en dat je dat uitsmeert over een half uur en mensen zo lang mogelijk en zoveel mogelijk proberen te laten lachen. Nee, maar ik heb altijd dat ik denk, nou... Ja, maar ja, het is gewoon alles of niets. Want je kan niet zeggen, oké, op zulke momenten wil ik wel beroemd zijn. Maar dan kan je het wel willen. Nee, zeker met Nickel, ik bedoel, was met Sixpack was het al heel heftig. En we hebben wel eens meegemaakt dat we in een discotheek waren. En dat ik met Menno, dat we aan het, gewoon echt aan het zuipen, maar gewoon echt gewoon dronken worden. Mm-hmm. En dat in die melee, weet je wel, de mensen bij kwamen en die allemaal dingen wilden. Maar dat je gewoon ook niet meer bij machten was om... Ja. Soort van normaal te reageren. En dat je zei, joh, gast, weet je wel. Of, ik, nu, op, nou, dan, ik heb het nooit maar gewoon van, joh, ik zit met hem nu in een ding. En dat ze heel boos werden. Ja. Weet je wel, wat doe je nou arrogant en zo. Maar er is ook een keer, hè. Want je gaat me niet vertellen dat het je ook niet geholpen heeft om eens een keer aan pussy te komen. Weet je, the dark side, the light side. Ja. Ja. Maar oké, okay. Maar ben je er komt meer dan voorheen, maar... kan je emotioneel raken dan? Ben je driftig? Ben je een driftig persoon? Nee. Nee? Nee. Nee, ik ben geen driftig persoon. Nee. Nee, oké. Okay. Maar alleen als je toen je met Menno en als je op een gegeven moment... Oh, op die manier bedoel je? Ja. Nee, maar nou, dat zou ik niet driftig... nee. Nee, maar gewoon... ik word niet graag gestoord of zo. Mm. Weet je wel, ik kan dan wel... het grappige is dat om me heen begreep ik van mensen dat zeggen... maar Chris, jij blijft altijd juist zo vriendelijk. Ja. Maar dan nog, ik heb wel eens... maar liep ik over straat en was ik met mijn moeder aan het bellen. Mm. En dan pakte een gast me gewoon beet. Zo, hey, en die begon keihard tegen me te praten en die wilde me ook bier voeren. Het stond echt zo in mijn druk, zo'n plastic biertje, zo, plastic of bekertje, zo, in mijn gezicht. Ik ben nog precies, was op de single. En ik zeg, ik ben aan het bellen. Yeah. Waarom geldt, ik ben aan het bellen? Dus ik, met echt veel moeite, worstelde ik mezelf los. Zo van, dit is, weet je wel, ik weet niet hoe ik dit vriendelijk moet oplossen. En hij werd toen heel erg kwaad, heeft echt nog... Ja. Nou, nog honderden meters heeft hij me nog nagelopen en... Maar dit was hij gewoon uit voor een vechtpartij of zo. Ja, maar... Ik zou nooit zomaar iemand pakken om bier voeren of Maar ik ben ook klein, weet je wel. Hij zal het wel lachen vinden. Ja. En dat we trapten natuurlijk heel veel lol on camera. En het kwam ook wel voort uit ons privéleven.
Dus dan, ja, dan denken mensen dat je altijd aanstaat. Ja. Weet je? Ja, bij Nickelodeon was het nog veel heftiger. Nee, maar en wat je ook zegt ook gewoon, weet je, ik bedoel, weet je bent ook vrij klein. Ja. Ik bedoel, dus ja, mensen gaan ook meteen vanuit dat ze wat makkelijker met je kunnen fucken, neem ik aan. Ja, zeker. Heb je dat in je leven al last van gehad? Ik bedoel, was het altijd al? Nee hoor, nee, ja. Ik heb natuurlijk wel een... ik denk een periode van, misschien tot mijn, ik weet niet tot wanneer je kunt groeien. Volgens mij tot je 16e of 17e of zo, ik heb geen idee. Ja, maar ja, rond je 18. Je denkt ook tot je 40e dat je nog in Ajax komt. Maar dat je, dat ik altijd wel hoopte, ik hoop dat ik dan toevallig nog een groeispurt of zo krijg. Dan zit je nog steeds op te wachten. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar, werd je geplaagd dan vroeger op school? Nee. Nee? Nee, ja, niet dat het niet kwetsend of zo. Hmm. Ik werd vroeger op school geheel onterecht pluisje genoemd. Pluisje? Ja. Van Maradona? Ja, nee, dus niet daarom, dus. Niet daarom, dat ik dacht al, daar kom je mee. Want nee, ik bedoel, ik voetbalde wel, maar natuurlijk niet op die manier. Maar gewoon omdat ik klein was. Ja. Nee, maar dat... dat vind ik nog wel schattig. Ja, zeker. Ja, nee, maar gewoon die kleine of zo. Of, maar ja, dat was zo en ja, je leert... Ja, het is wat... Ja, ik weet niet. Ik heb nog een keer... Heb ik toen een interview... kreeg ik toen... En volgens mij zat ik toen net in Sixpack, denk ik. En toen kwam er een vrouw ook langs en die was er echt op uit om zo van... die wilde van mij horen hoe kut ik het vond dat ik klein was. Ja, dus het was echt... Ja, aan, die zei van, je zou als kind zou je het wel vroeger... had je wel gewild dat je langer was. En dan zei ik, ja, dat klopt. Ja, dan zou je wel dat compenseren met een dat je grote bek hebt. Ja, ik denk het wel. Ja. Weet je wel? Ja. Oh, dan zou je zeker ook op lange vrouwen vallen. Ja. Ja, waarom niet? Dus die vrouw was heel erg bezig. Ja, je gaf niet wat ze wilde. Nee, zei ze. Ah, maar dat is dan wel onhandig. En uiteindelijk pakte ze bier en dan begon ze dan ging ze dan met de moeder bellen. Nee, dus die wilde... Ja, die zei ook, ja, heb je dan niet last van in het dagelijks leven? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ja. Ik kan niet overal bij. Wat is nou voor vraag? Nee, je kan alleen maar bij de huismerken. Ja... Ja, dus als je een keer bij me langs komt en je denkt, jezus, wat een goedkope merk. Heeft niks met mijn budget te maken. Maar, wat een goeie. Dit is de Dimango Show. Hallo, tijdje. Ja, daarom. Ik wou nog even zeggen, ja, dat gaat snel, hè? Ja, dat gaat heel snel, ja. Ik wou nog even zeggen, heb jij nog dingen die je wilt promoten? Of de kijkers even nog wilt vertellen? Dat... Ja, nou, ik ben wel weer bezig met het schrijven van een theatershow. En dat zal, hoe zeg je dat? Oh, in de tweede helft van volgend jaar zal dat vorm krijgen. Maar ja, daar heb ik nog geen exacte data voor. Maar ik heet Chris Silos. Ja. Ik weet wel hoe het gaat heten. Oh, oké. Ja. Not the Monkey. Not the Monkey? Ja. Als in... Als in niet de not, aap. Oké, okay, ja. Not okay. The Monkey. Oké, okay, ja. Dus zeg maar, je wilt niet de dansende aap zijn of zo? Nee, het heeft te maken met dat ik... Vroeger als kind heel erg van Toto hield. Maar dan, Toto? Ja, zeg maar de band? Ja, en niet de aap. Oké. Ja. Oké. Wat is ook weer? Afrika. Ja, zeker. Nou goed, in ieder geval waar het om gaat. Dit was de Dimango Show. Ja. Dit is Chris Silos. Hij zegt net al gewoon dat hij in ieder geval in de loop van volgend jaar gaat hij zijn eigen show uitbrengen. Ja. Jij Not ook. The Monkey. Not ik the monkey. Ook. Ja. Misschien doen we een duo act. Wie weet. Ja. Ik let op hem, want het is een hele toffe gast. En zie je hem ook op de planken. Yes. Dankjewel. Dat is echt heel leuk. I miss you, baby. Like mango.